Erelijst omgekomen korpsleden. Gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog, nummer 2 Dutch Troop, in de periode 1942-1944. Commando Bakhuis Rozenboom. Commando Berkeley. Commando Hagelaars. Sergeant van Roosendaal. Gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog, korps Insulinde. Met het noemen van de namen bij het dodenappel willen wij hen gedenken en eren die niet zijn teruggekomen. Voor hen, voor hun buddies en hun familie de bekende Engelse regels. They shall not grow old as we that are left grow old. Age shall not wear them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning we will remember them. Mogen God u in uw werk beschermen en bewaren. In Nederland hebben we onze eigen special forces, SF. Kleine ploegjes, keiharde mannen die in vijandelijk gebied worden ingezet om dingen te doen, zoals ze het zelf noemen. Altijd op strategisch niveau met politiek effect. In een gewapende heli vlieg ik hard en laag naar Kamp Holland bij de hoofdstad Tarinkot. Ik heb van het ministerie van Defensie toestemming gekregen een paar maanden op te trekken met de operationele commando's in Uruzgan. Ik ga hun geheime dingen filmen. Voor vertrek zegt een commandant: Fik, als je het laat zien zoals het is, hebben we een win-win situatie. Nederlandse commando's worden over de hele wereld ingezet. Je hoort er maar weinig van, bijna alle acties zijn geheim. Wat bezielt een vent in godsnaam te willen werken in the heart of darkness? Oorlog is niet romantisch, maar smerige business. Dus wat doen onze jongens daar eigenlijk in het hart van Afghanistan? De basis om deze missie op te starten had natuurlijk zijn bodem in, datgene wat we zagen in het noorden van Afghanistan. Daar was het PRT en is het PRT een heel succesvol middel om de doelstelling reconstructie uit te voeren. Mits natuurlijk een aantal factoren, dan wel de omgeving, daar dat toestaat. Er zit hier gewoon bosjes tegenstand. Mensen die gewoon ons niet zozeer willen zien vertrekken, maar ons gewoon dood willen hebben. Daar moet je op reageren. Daar moet je echt heel hard op reageren. En dat zijn gewoon gevechtsoperaties. Als jij een school bouwt en daarna draai je je rug om en je rijdt weg. Dan kan je de volgende week daar terug heen om die school af te blussen. Omdat die school onder fik staat, in de brand staat. En dat alle kinderlijkjes, dat je die er weg kan halen. Omdat het gewoon nog te gevaarlijk is voor zulke soort operaties. Waar wij natuurlijk tegenaan lopen, en daar ben jij een sprekend voorbeeld van, is dat wij ook de behoefte hebben aan toch een vorm van openbaarheid. Met name dat Nederland dus ook gewoon vecht. Als ik persoonlijk kijk, dan heb ik toch wel een redelijke schurft aan alles wat met Taliban te maken heeft. En dat is vooral voor wat ze doen. Dus als je kinderen ophangt in een boom om dan alles wat ermee te maken heeft, dan zou ik er niet voor schromen om dat kapot te maken. Het is 40 graden. De Dust Devils razen door het kamp. De commando's zitten om veiligheidsredenen met een mannetje of 30 afgescheiden van de gewone ISAF-soldaten op hun eigen kampje. En één voordeel, je loopt lekker ongestoord rond in je Bermuda en teenslippers. Nunc aut nunquam, nu of nooit, is het motto van de commando's. Dus ik kom meteen na aankomst al mee op een operatie. Yes. Met 7 auto's gaan we de poort uit en we hebben genoeg wapens en munitie bij ons om er een kleine burgeroorlog mee te winnen. Ik zit achterin een auto met 3 commando's. Voordat we afreizen worden de punt 50's nog even getest. Thank you.
gaan een aantal dagen de rotsachtige woestijn in, de Chora-vallei. Zulu, de militaire tijdsaanduiding, dat is hier 4 uur 's middags, lokale tijd. We betrekken een zogenaamd schijnbivak. De auto's worden ter beveiliging in een cirkel van 360 graden opgesteld. Kom naar Far. Ze zoeken elkaar, manschappen, om gewoon even bij om te verzamelen. Wat voor mensen zijn dat dan? Dat zijn Taliban-strijders. Jongens, ik wist zeker dat een spotter zit boven op de berg. Ja? Ja. Kan niet anders zijn. Hij zit ergens in de... En voor mijn gevoelens, hij zit gewoon ergens daar. Ja, maar dat kan ook aan de achterkant zijn. Maar vorige keer zat hij ook daar. De Taliban houdt ons kennelijk voortdurend in de gaten. Om ons heen hebben ze spotters in de bergen zitten. Met hun radio's, zogenaamde ICOMs, geven ze al onze bewegingen aan elkaar door. De kerels zijn er behoorlijk relaxed onder. Valt voorlopig ook weinig te melden. We eten uit Amerikaanse voedselpakketjes. En ik tref het met kip teriyaki. En een beetje water bij, en een streepje op, onderaan. Kan je niet te veel? Nee, niet te veel. Je moet zorgen dat je deze, dit ding dat die onderop zit. Die heater, zeg maar. Oké. Dat lijkt me gewoon neer. Ik heb het gewoon te koken. Binnen 5 minuten is het warm. Als het donker wordt, krijgen we de dagelijkse Intel-update via de radio door. De Canadezen gaan eind september 20 Leopards inbrengen. Zo. Leopards? De Nederlandse militaire uit Deurne was getroffen RPG onderbeen. Het onderbeen is geamputeerd. De drie mannen die hebben hun nachtzichtapparatuur op de helm gezet, dus die rijden volledig op het zicht van de helderheidsversterkers. Wat opvalt is dat in dit grote weide, deze weide Chora-vallei, het volstrekt donker is, op een paar lichtpuntjes na. En ik kan wel vertellen dat het een redelijk apart gevoel is om in het donker rond te rijden in zo'n gebied waarvan je weet dat er mensen zitten die je liever niet op de thee vragen. Ik slaap naast het rechterachterwiel van de auto met mijn slaapzak in het zand. Schoenen houden we aan, spullen blijven in de auto om hem snel te kunnen smeren als we worden aangevallen. Ik slaap onrustig, ik staar naar de sterren en beslis dat dit het meest opwindende kampeertochtje van mijn leven zal worden. We verbranden 's morgens ons afval, zoals voorgeschreven door de Nederlandse milieuwetgeving. Poepen doen we naast de auto. Commandant Beer neemt het programma van de dag door met de mannen. We gaan eerst een gesprek bij de ANP voeren, de Afghaanse politie. Alright, de battleplan voor vandaag is in principe ongewijzigd. We hebben die afspraak nu staan met de districtchef. Die we even nog iets gaan uitstellen, anders weten we zeker dat we daar voor Jan Lul staan. Ik heb van de ops nog een extra vraag gekregen. Er schijnt ergens iemand op het kamp een ICOM-hit gehad te hebben waarop de achtergrond schoten te horen waren. Of de districtchef daar misschien iets van af weet. Dus.
Na een paar uur hobbelen kom ik Rudy tegen, een Amerikaanse Special Forces operator die hier al jaren zit. Right now the threat is very high. Me personally, if I was filming, I would I'd be shooting instead of filming if it came down to that. But yeah. It depends on what happens at that moment when we get into contact. Yeah. If we're not taking direct fire immediately right in our area, you know, sure you, can film and see what's going on and stuff. But as soon as we start getting engaged directly, and I don't know, you might want to duck. we've had a lot of reports about up in Chora, the village of Kalakala. Was they had some firefights last night. Okay, it's pretty close. It's on the eastern, I'm sorry, the western side of Chora. Right, that's where we're going. Right where the battle group's going. So. Het politiebureau. Dit is dus de Afghaanse politie, ANP. He said if there is fighting for 1 hour to even 3 or 4 hours, so we can tolerate and we can fight with them. So if it got more and we cannot tolerate the fighting, so in case if you inform you, so you should help us. Otherwise, if we have troops in the area right here, it's possible. But then we have to know some important things. One, all your police officers have to wear the uniform, because otherwise I can't distinguish them from Taliban. Two, I have to know in advance where the checkpoint is. If something happens and I know that in advance. Blijkbaar worden de posten van de Afghaanse politie bijna elke nacht aangevallen door de Taliban. Ik kom erachter dat de Taliban zich koest houdt als ze weten dat de commando's in de buurt zijn. Maar ik merk aan de jongens dat ze vinden dat ze wel wat beters te doen hebben dan oppas te spelen. Then maybe we can do something. Er is een delegatie van het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken op bezoek bij Munib, de gouverneur van Uruzgan in Tarinkot. Kennelijk is het nodig dat ze dat onder beveiliging van Special Forces doen. Hele aparte bommen. Ja, die vindt die, denk ik. Goeie knijk. In de? Lekker man. Ja, zeker lekker. Afghaanse meloen, hè? Ik denk dat hij is de lieveling van de commandant van deze voertuig. Vandaar de klok die hij draagt. Hij is ook de klok van de commandant. Hij is ook officieel een politieman, dat jongetje. Ja. Ja. En hij heeft nog geen baard, niet omdat hij zich niet scheert, maar hoe oud is hij, denk je? Ja, 14, 15 jaar. 14, 15 jaar. 14, 15 jaar, niet meer. Hebben al die commandanten een loverboy? Hoe moet je het noemen? Nu en met deze omstandigheden, jawel. Ja? Ja, want er zijn geen echte politieagenten nou in Afghanistan. Dat bestaat gewoon niet. Ze zijn allemaal corrupte en allemaal boeven. Maar hebben ze allemaal zo'n jongetje? Jongetjes, ja. Dat is gewoon, alles wil je gewoon een sterke commandant laten uitstralen. Dan moet je gewoon een mooie jongetje hebben. Dus dat jongetje is eigenlijk een statussymbool? Dat is voor de voor deze soort mensen, voor de commandantjes, zeg maar. Is, die komt er mooi hard aan, die witte, zie je dat? Een teken van macht. Ja. Na een paar dagen reizen en 80 kilometer lang crossen door de woestijn komen we in Kushkadir. We hebben het dorpje eerst gecheckt vanaf de berg, maar er zijn vrouwen en kinderen op straat, dus de jongens verwachten geen heibel van de Taliban. Ik maak wel aantekeningen ervan. Everything is good here. There's no presence of Taliban or using this route for Taliban. Taliban. And when was the last time they were here? Taliban.
We horen van de bewoners dat er 2 weken geleden Taliban-strijders op bezoek waren in het dorp. Ze vroegen om brood en dat hebben ze ook gekregen. Maar ook wij zijn welkom. De laatste keer dat zich hier coalitietroepen hebben laten zien, is alweer 2 maanden geleden. De mensen vragen ons vooral of we ze kunnen helpen met hun akkertjes die telkens weer overstromen. Dat is Roger, er staan hier zo'n 20 man om de beurt te schreeuwen tegen de tolk. Ik hoor net dat we naar een ANP-post gaan. Die schijnt onder vuur te liggen. En die gaan we even sterken. Ja, type! Temple feature! De temple feature is geschoten vanaf de berg, zegt hij. Oh, wat was dat? De airplane zat erin. Daar waren precies west. Daar hadden de compound. Ook vanaf daar werd gestuurd en daar zijn ze nu ook op aan het terugvuren. Die ditch die erin zit, die kan. Ja? Daar ongeveer kregen ze net vuur vandaan. Dat je daar iets links of iets rechts van pakt. Ja. Er komen 2 Amerikaanse F-18 jagers. De commando's leiden ze op het doel door het te markeren met hun punt 50's. Nog meer? Ja, doe maar. Die F-18's die hebben ze gezien, hè? Die F-18's die hebben blijkbaar nadat ze de bom gegooid hadden, hebben ze nog met een warmtebeeld wat nagloeiende lichaamsdelen waargenomen bovenop de berg. Ja. Dus mogelijk hebben ze wel wat getroffen. Op de Taliban-radio geeft een zekere Nazim geen antwoord meer. De rest van de Taliban-strijders vlucht het dal in en wordt beschoten door de Afghaanse politie. Na 6 dagen off the road stofhappen is het wel lekker om terug te keren op Kamp Holland. We stinken een uur in de wind. Ik heb zin in een koude douche. Alle stations hier 4-0 Bravo. Mag ik u uitnodigen in de bar voor koffie, gebak en blikjes? Dat klinkt goed. Gebak nog wel. Bedankt voor het uiteraard. Veilig thuis, ik ben weer blij, de mannen zijn weer binnen. Goeie zaak, en in Nederland is er een hoop commotie over geweest. Oh ja? Maar de baas was nog niet ingelicht, terwijl het wel in de pers stond, dus ja, dat ligt altijd gevoelig. Hoe komt de pers erbij dan? Schijnbaar van de journalist hier van de baas. Goed mee. Veel joh. Ik heb net ook een Den Haag komt een paar uurtjes naar Kamp Holland.
Onder andere om te praten over de wijze van inzet van de Nederlandse Special Forces. De vechtmissie Operation Enduring Freedom en de opbouwmissie ISAF spelen zich tegelijkertijd in hetzelfde gebied af. En dat gaat moeizaam. Werken we nou wel of niet samen met de Amerikanen? You know, I think in the recent past there was a lot of friction between the Americans, the Dutch, and between the Americans and the Aussies, and between the Aussies and the Dutch. And there's just no, you know, there's no sense for that. There's no need for that. So that was our first, actually Matt, myself, and Captain, my team leader, that was the first thing we said when we got on the ground is that all that crap needs to go away, and we need to build a good relationship because we're all trying to do the same thing. Well, exactly. You know? Yeah. You know, it's not our first time in Afghanistan. It's not your guys' first time in Afghanistan. Things work out all right. So it works all right, even though there's the ISAF, OEF kind of difference. Yes, there seems to be a different mindset. You know, the PRT is all about the building and the fixing up of the communities and things. And our job is partly that, but it's also to, you know, eliminate the bad guys. Yeah, to shoot the bad guys out of touch. Yeah. Ik wil graag zeggen dat de KCT, dat is een groep mensen die geweldig veel getraind hebben en geweldig veel kunnen. Dat weten we allemaal. En wat je nu de laatste jaren ziet, de laatste anderhalf jaar, is dat het ook allemaal in de praktijk wordt gebracht. En op een manier die voor iedereen ontzettend belangrijk is. Niet het minst voor de andere onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht. In Kandahar hebben ze het geweldig gedaan. Ik vind het heel knap hoe ze Zuid-Kandahar gedurende een jaar rustig hebben gehouden. Maar ik vind het ook heel goed wat jullie nu hier doen bij onze inzet in Oeguskan. Omdat we vorig jaar onder Enduring Freedom geopereerd hebben en ook hier in het gebied gezeten hebben, hebben we natuurlijk heel snel al gezien hoe de situatie was. Maar ook waar de situatie toe zou kunnen leiden. Het zuiden van Afghanistan, grenzen aan Pakistan, dat is gewoon een constante in- en uitvoer van extremisten. Ik denk dat wederopbouw beter verkoopt dan gevechtsoperaties. Ik denk op het moment dat wij aan de politiek gevechtsoperaties zouden gaan verkopen, dat wij nooit in Oeruzgan waren beland. Punt. Burgers kunnen zich nooit beschermen tegen terroristen. Ze kunnen het niet, ze zijn er niet voor getraind, ze kunnen geen wapens gebruiken, ze hebben geen informatie. Ze kunnen alleen maar afwachten. En jullie gaan er nu op uit om te proberen Oeruzgan wat veiliger te maken en wat stabieler te maken. Een gebied waar de bevolking ook een beetje een normaal leven kan leiden. De Afghaanse cultuur is gewoon een krijgshaftige cultuur. En als jij dat hier met zo'n mindset hier peace en vrede wil gaan brengen, door alleen maar, ja, we gaan hier projecten doen, en dat werkt niet. Je moet laten zien wie de baas is. We zijn veel te terughoudend in die zin van alles moet afgewogen worden, beslissingen moeten worden gemaakt. Daar gaat zoveel tijd mee verloren dat je het doel, denk ik, voorbij streeft. Je hebt een soort politie nodig in een wijk, in een stad, om daar op te treden als het nodig is. En je hebt ook mensen als jullie nodig om op verzoek van de VN de ergste misstanden in de wereld weg te zetten. We zijn hier naartoe gekomen en er zijn een aantal boeven. Geboefden, wat dan ook. En die hebben dingen op hun geweten die gewoon niet door de beugel kunnen. Dus die mensen, die moeten weg. Heel simpel. Als ik degene ben om een high value target neer te moeten schieten, dan zal ik dat zeker doen. En dan zal ik best wel blij om zijn. Omdat ik weet dat die betrokkenen gewoon dingen op zijn naam staan die gewoon niet door de beugel kunnen. Ik denk dat jullie later, als je terug bent, nog met heel veel trots terug zult denken aan jullie bijdrage, wat hier gebeurd is. Wij zijn in ieder geval bijzonder trots op jullie. En ik wil jullie graag van harte bedanken voor jullie inzet. Ik hoop hier volgende maand weer te zijn. Henk Kamp geeft gouverneur Monib, voormalig Taliban-minister, een hand en wordt op de gevoelige plaat vastgelegd door de kolonel Vleugels, Nederlands commandant van de Taskforce Oeruzgan. Bedankt voor wat jullie gedaan hebben. Ga zo door en ik hoop dat jullie allemaal weer veilig terugkomen. Dankjewel. De minister is heel kort hier geweest. Hij heeft even met mijn baas, kolonel Vleugels, gesproken. Dat was eigenlijk net te kort om echt inhoudelijk op zaken in te gaan. Maar kolonel Vleugels had er een goed gevoel over. En wat ik hoop is dat we iets meer vrijheid van handelen krijgen binnen de politieke gevoeligheid van deze missie. We mogen in ieder geval doorgaan met datgene wat we doen. Dat is heel positief. De minister heeft dat niet tegengehouden. Dus dat is denk ik, dat is een positief punt.
Nou, dat is eigenlijk een soort Chinese ja voor een politicus, toch? Ja, precies. Geen ja en geen nee. Dus we mogen doorgaan met waar we mee bezig zijn. Dus ja, dat is goed. Nou, er zijn, op dit moment zijn er een hele hoop plekken, compounds, waarbij vermoed wordt dat daar high-value targets zijn. En dan wel compounds waar munitieopslag is, wapens liggen. Nou, die zijn al eigenlijk al een hele tijd bekend. En daar wordt gewoon niet op gereageerd. Als je de boeken bekijkt, dan is er een hele heldere omschrijving van waar je wel en, SF, wel en niet SF voor gebruikt. En de eerste vraag die je jezelf moet stellen als er een opdracht komt, is dit een toepasselijke missie voor SF? Bij 9 van de 10 dingen die we hier doen, kun je nee antwoorden. Wat we horen te doen is dat we opdrachten krijgen op bepaalde targets. Dus, en dat target wil niet zeggen dat je gelijk iemand moet oppakken. Maar dat kan ook zijn een strategische verkenning ergens voor. Of een strategisch zoom moet uitvoeren. Maar in ieder geval op een dusdanig niveau is dat, dat jouw werk zin heeft. Kijk, andere eenheden, vergelijkbare eenheden in het buitenland. Die zijn allemaal druk mee. En, ja, en wij doen een rondje rond de kerk, als ik het zo mag zeggen. Het is 21 september, ongeveer 22:45. We zijn zojuist hals over kop min of meer vertrokken uit de binnenpoort. We staan nu voor de buitenpoort van Kamp Holland. Klaar om naar Chora te rijden. Dat is een uurtje of 3 rijden dwars door de woestijn. Want ten zuidwesten van Chora is een delegatie van belangrijke Afghaanse mensen door 40 Taliban overvallen. En ze hebben inmiddels 15 gewonden, 1 doden, 5 zwaar gewonden. Dus wij gaan nu daar naartoe. De opdracht is om te zorgen dat Chora niet valt, want dat risico is heel groot. Hey, wacht tot mijn vriend het werkt, anders zet hij de grond. Oh, zinke. De schoen is roken, je wijst stil zijn. Hij beweegt hem al of niet? Ja, hij beweegt hem wel, maar hij ligt redelijk aan pijn. Huh? Kijk hier op een mooie verpulverde bot. Kun je een keer om zijn rug leggen? Even, ik denk niet dat het lukt, zeg maar. Ik doe een paar dagen. Dat is open nou, dat wordt je dat keer. Dat gaat wel kopen. Daar is het. Allah, Allah, roept de man met de buikwond. De gewonde Afghaanse politiemensen worden afgevoerd naar het hospitaal op Kamp Holland. Allah heeft de man helaas niet kunnen helpen. Na 3 operaties sterft hij alsnog aan zijn verwondingen. Een paar nachten later. En Omer gaat zitten in de bergrug zuid van de beide locaties. Robert heeft ook zien vuren vanuit Kaatsenkamp 2340 en dat is dus weer een hele andere kant op. De chief of police hier, die heeft net gebeld naar Tarinkhout, waar wij dus hoofdkwartier zitten. En gezegd dat er op het moment waar jij net dus naartoe keek, dus daar, de pimple feature, ja, dat daar nou hevige gevechten zijn richting de pimple feature vanaf de bergen links, zeg maar in het zuiden. Ja. En de grafheuvel rechts, die halverwege in de groene zone zit. Ja. Daar komt nu ongelooflijk veel vuur vandaan. Ja, precies. En dat is dus ook waarschijnlijk het achtergrondslawaai wat je nu hoort. Ja. Dus vandaar dat we nog even hier in de Overwatch blijven om te kijken hoe het gevecht zich verloopt. Ja, ja. Dus er is eigenlijk niks aan de hand. En de ANP, de politie, die belt door dat er hevige gevechten aan de gang zijn. Ja, precies. Kort samengevat. Kort samengevat is dat het verhaal, ja. Ze worden hier regelmatig wel echt aangevallen en zo. En dan vaak bellen ze op dan van dat ze hevige aangevallen worden, dit en dat. En dat ze gewoon blij zijn dat wij in de buurt zijn dan. Okay. En hopen ze gewoon dat wij hun komen versterken, zeg maar. Dat ze ook een goede rustige nacht kunnen hebben. Okay. Als het ware, zeg maar. Maar ja, daarvoor zijn wij hier natuurlijk niet. En daar zullen ze met die districtschef nog wel over gaan praten, denk ik. De Afghaanse politie rijdt voorop. Het is voor de commando's eindelijk afgelopen met het brandweertje spelen.
We hebben toestemming uit Den Haag om de Valley of the Shadow of Death in te gaan. De Baluchi-vallei. Is een grote aanval op komst, hè? Ja, ik voel het aan mijn water. Het gaat helemaal goed komen. Volgens verschillende inlichtingenbronnen bewegen zich in de Baluchi-vallei een aantal Taliban-leiders vrijelijk rond. Met honderden strijders. De bevolking is op de hand van de Taliban en er kwamen tot nu toe nauwelijks politietroepen in het gebied. De ingeroepen luchtsteun voert show of force uit, laten zien wie de sterkste is. Resultaat is dat de Taliban wegduiken in bosjes en compounds. Stiekem vinden de mannen de vliegtuigen maar spelbrekers. We gaan maar eens kijken met ons eigen cameravliegtuigje of er nog wat zit. Wat is daar onder vuur genomen, Harold? Ik weet niet. En verdomd, er rijdt een pick-up langs met 10 gewapende strijders. De Afghaanse politie roept Taliban, Taliban en begint meteen te schieten. Robin en Harald, zodra die 4 bakken hier weg zijn, kunnen jullie... De Nederlandse commandant beslist niet mee te schieten. En ik vraag me af waarom niet. Toevallig is er die dag een officier van justitie uit Nederland overgekomen en hij moet ons duidelijkheid geven. Dan zul je dan inderdaad, zou ik zeggen in eerste instantie, aanvullende argumenten moeten hebben om tot meer te komen dan alleen maar de constatering dat dat Taliban is waarvan je bij God niet weet wat ze gaan doen. En waarvan ik dus op dat moment zou zeggen, nou, misschien in tegenstelling tot het andere advies wat u gekregen hebt, nou, lijkt mij toch wat dubieus om op dat moment in te kijken. Op dat moment moet ik een beslissing nemen, of ik laat het vuur openen of niet. En dat stuk twijfel wat dan gezaaid is, dat uitzicht daar. En de situatie reden zich kennelijk ook niet voor om nog even af te wachten wat ze zouden doen. Dat heeft de troepcommandant gedaan, ja. En toen zijn ze dus de vrienden opgevallen. Ja. Het zijn enkele seconden. Ja. Het zijn enkele seconden waarbij een militieleden roepen Taliban, Taliban. Ja. De ploegcommandant ziet dat hij met een aantal voertuigen, laten we zeggen met 20 man, daar staat. Taliban zich daar kan opbouwen tot 100, 150 man. En hij in een absoluut kansloze situatie terecht gaat komen. We hadden daar in ons recht gestaan als we die auto uit het gevecht hadden genomen, zeg maar. Ik heb op dat moment anders besloten. Daar kunnen mensen het mee eens zijn of niet. Die twijfel die gezaaid is, heeft zich dagen uit. Ja, ze zien eruit als, zeg maar. Maar daarnaast zou die communicatie met daarbij inderdaad, waarvan je zegt, ja, dat is dat beetje extra waarvan ik zou zeggen, en dat maakt het in ieder geval een duidelijke casus wat mij betreft. Dan zou ik zeggen zonder meer ja. Maar in dit geval, ja, niet zonder twijfel overigens hoor. Maar ook toch een beetje aan de nee-kant. Dat duidt precies op waar het mis zit. Want blijkbaar is mijn twijfel gegrond geweest. Want als ik voor die officier van justitie had uit moeten leggen waarom ik die truck wel uit de voeding had geschoten, dan had er dus een liegat achter me gestaan die mij probeerde te verdedigen. En een officier van justitie die het niet met me eens is. De vereiste duidelijkheid en dat soort zaken die kan ik jullie ook niet geven. Omdat ik natuurlijk ook met die regels zit. Ja. En waar wij het over hebben is de interpretatie van die regels. Absoluut. Dat is het hele eiweten natuurlijk. Het gaat wel om het doodschieten van mensen. Ja. Maar ja. Mensen die mij dood willen schieten. Exact. En als ze dat op dat moment niet wilden, omdat voor hun de situatie op dat moment slecht was, omdat wij ons werk goed deden en de juiste positie hadden ingenomen, het maximale bereik uit onze systeem hadden. Nou, zij kiezen het hazenpad omdat ze weten dat ze dat niet kunnen winnen van ons. Ja. Alleen de volgende keer zitten we in een situatie waarin het voor ons minder goed uitkomt. En dan gaat hij echt proberen mij wel kapot te maken. Kijk, als wij iemand moeten neerschieten, doodschieten of uitschakelen, dan is er één ding. Hij of zij die voor mijn neus zit, is slecht. Als ik hem niet uitschakel, en hij loopt, dan schakelt hij misschien een van mijn andere mensen uit. Van mijn collega's. Dat zal ik nooit kunnen trekken. Absoluut nooit. Daarbij weten we dat die mensen zoveel oorlogsmisdaden hebben begaan,
dat hij gewoon het recht heeft om in feite uitgeschakeld te worden. Absoluut. Heilig van overtuigd. De commando's krijgen van Den Haag geen toestemming voor aanvalsacties. Maar de honderden Taliban-strijders die hier zitten laten zich niet zien en mengen zich onder de burgerbevolking. De mannen verzinnen een list. We gaan ons nou zogenaamd kwetsbaar opstellen. Door eigenlijk op een plek waar je niet wil staan autopech te krijgen. Dus nou, dat zijn we nu dus aan het faken. En dan hopen we dat we iComChat krijgen en aan de hand daarvan gaan we dingen doen. Wat is een stuk, Frans? Ik denk de distributieriem. Oké. Ja. Okay. Ja, ik zie dat je hard bezig bent. Ja, de distributieriem, daar kan ik op zich weinig aan doen. Dus, ik zal eens even bekijken wat er allemaal fout is. Kapot. Dit maakt een stuk zelf. Stuk duidelijker allemaal. Ja. Als ik hier nou op druk. Nee, ook niet. ANP zegt tegen de Taliban over de ICOM dat ze tussen de ANP en de Amerikanen in zitten. Maar daar bedoelen ze waarschijnlijk ons mee. En dat ze hun vrouwen gaan neuken. Dus ze proberen wat uit te lokken. Dat zegt de Afghaanse politie dus tegen de Taliban? Ja. Okay. Die voelen zich eindelijk een keertje zeker nu wij er zijn. Ja. Dus proberen ze meteen gebruik van te maken. We schieten maar eens een lichtpatroon af. Misschien dat dat werkt. Ze hebben inmiddels wel zicht op ons. Dus ja, wij moeten ook weer spotters kunnen gaan zien ergens. Richting hebben ze nog niet gepeld. Dus dat zal zo meteen wel komen. En dat betekent dus dat ze zich verplaatst hebben, die spotters. Oké. En, maar is het niet bijvoorbeeld een gevaar dat wij worden aangevallen? Ja, die kans is er altijd, ja. Okay. Maar daarvoor hebben we ook gewoon de 360 die we houden. Oké. In het geval dat. Dus. Dat is verder eigenlijk juist wenselijk dat we worden aangevallen? Nou ja, ja. In principe wel. Dan kunnen we ze aangrijpen. En zolang die mensen allemaal binnen blijven zitten, dan blijven ze daar zitten. Ja. Dan komen we er nooit vanaf. Ik ben ervan overtuigd dat ze weten met wie ze te maken hebben. De mannen met de baarden. Dan praten we dus niet over de Taliban, maar dan praten we over onze eigen SF. Dus dat zou een reden kunnen zijn dat ze dus die jongens niet aanvallen. Een andere reden kan zijn van, ze zijn er nog niet klaar voor. Ze zijn nog steeds bezig met het opbouwen van hun plannen. En het zichzelf bevoorraden, want een veelgehoorde klacht is nog steeds van, we hebben geen wapens en we hebben geen spullen. Daar komt verandering in, daar ben ik eigenlijk van overtuigd. En dat zal nog wel binnen een korte tijd kunnen gaan plaatsvinden. We zijn heel hard door de rivier aan het rijden nu, richting het districtkantoor waar ook het PRT zit. Want Sven die is gestoken door een schorpioen. Dus ja, je weet maar nooit. Het is haast bij om zo snel mogelijk hulp te krijgen, medische hulp te krijgen. We rijden terug door de rivierbedding van de Baluchi-vallei. Dus nogmaals, vijandelijk gebied. En we horen allemaal iComChatter over de radio van de Taliban. Die hebben het over één hinderlaag die al klaar ligt voor ons. En een andere die ingericht wordt. Er is ook sprake van dat ze gaan aanvallen. Dus het is nu wel even heel spannend. We rijden net dus door die rivierbedding. Je kan eigenlijk geen kant op. We hoorden dus ook inderdaad dat er hinderlagen klaar lagen. Ja. Of het nou waar is, dat weet je natuurlijk niet. Nee. Maar je weet toch dat als je in een hinderlaag loopt die goed is aangelegd, dan ben je kansloos, of niet? Kansloos niet. Je staat niet in het voordeel, laten we het zo zeggen. Maar was jij bang? Ik hoef tegen jullie niet stoer te doen. Nee. Ik was niet bang, nee. Je raakt eraan gewend, hè? Ja, je raakt eraan gewend, maar ik dacht ook voordat ze raak schiet op een rijdende auto, weet je wel, dat soort gedachtes. Ja. Onderweg terug krijgen we een spotter in de gaten. Hij wordt niet doodgeschoten, maar opgepakt. Het jochie wordt door de Taliban betaald of gedwongen om voor ze te werken. Had hij iets bij zich of niet? Zeg je? Had hij iets bij zich? Nee, niks.
kind soldaat. Middels intimidatie wordt hem een lesje geleerd. Next time, don't run so that we think you're somebody else. De enige manier, maar dat is puur mijn persoonlijke opvatting, dat je hier een voet aan de grond krijgt, is dat je eerst de sterkste partij moet zijn. En pas dan kun je überhaupt gaan nadenken over projecten opstarten om de bevolking te helpen zich te ontwikkelen. De voorzichtigheid waarmee we soms te werk gaan, die werkt in ons nadeel. Dat is gewoon een teken van zwakte in deze maatschappij. En nogmaals, daardoor ziet de plaatselijke bevolking ons niet als de sterkste partij. En is het dus mogelijk dat de lokale bevolking gemobiliseerd wordt om tegen ons te vechten. Oké, lui, geen angst. De actie gaat gewoon door. Misschien dat we het gelukt al bereikt hebben. Maar net het definitieve bericht van de chef stad. Een ploegcommandant van de genie heeft vannacht zelfmoord gepleegd. Die is overleden. Ja. Dus je kunt je voorstellen dat ook andere prioriteiten vandaag spelen. Hey Rudy. Morning buddy. How you doing? Good, doing yeah. Good. So what do you think about the operation? Feeling good this morning. I hope there's some bad guys here. Yeah, we hope so too. Yeah. That would be the worst thing that can happen is nobody's there, huh? That would be the worst thing. We gaan een typische commandoactie uitvoeren en het wordt gevaarlijk. Iedereen heeft er zin in. Volgens harde informatie bevindt er zich in een boerderij op 5 kilometer afstand van Kamp Holland een IED-facilitator. Een persoon die bermbommen maakt. Pas na een paar weken komt er via via uit Den Haag groen licht om een zogenaamde hard knock te doen. Dat is mooi, Max. Goed voor de kipbeweging. De vrouwen worden apart gezet. Rudy gaat de mannen ondervragen of er Taliban in de buurt is en of ze de leiders kennen. We're trying not to disturb this compound or the families that live here unless there's actually some bad guys doing bad things. Hey, Rudy. Who has he heard? Tell him I know that the locals, they know who the Taliban commanders are for the areas. Has he heard about who's the commander for this area? They need to help us with this information, or else the problem will never go away. Over there, I just have. De man laat niks los. Hij is volgens mij vooral doodsbenauwd voor de Taliban. The hardest part about it is you talk to everyone, that's what takes so long, and you have to catch them in a lie. Yeah. And once you start catching them in a lie, use the Quran against them, because it's against the Quran to tell lies. Okay. And start putting a little pressure on them that way. And, okay. But so far, we really haven't found any inconsistencies. We haven't developed the whole picture yet. Het enige dat gevonden wordt is, alweer uit angst voor de Taliban, een ingegraven tv en een dvd-speler. Van Allah mag je geen tv kijken. De vogel is gevlogen, de informatie was misschien al te oud. Militair gezien proberen we ook altijd te polderen. En dat heeft als gevolg dat een hoop militairen, en dan denk ik vooral aan commandanten, op hun niveau al snel gedwongen worden om politiek te gaan bedrijven in plaats van hun vak uit te oefenen. Nu zie je dat bijna per opdracht toestemming moet komen van Den Haag. Waar de zogenaamde
armleuningkrijgers overal een mening over hebben. Als 90% van de eenheden hier eigenlijk roept van luister, er is een opbouw bezig van Taliban, dan moet je dat ter harte nemen. Een situatie is, ja, het is gewoon heel simpel, dat, waarbij je eigenlijk bijna zeker weet dat er in een bepaald gebied mensen zitten, Taliban-kopstukken, en dat er vanuit Den Haag wordt bepaald, nee, dat is niet zo. Dus er wordt ook niks aan gedaan. Want dan heb je weer de bepaalde wijze van optreden, level 0, 1, 2. Dus de gradatie van geweld, om zo maar te zeggen. 0 is niks en 2 is dan in dit geval even het hoogste. Dat hun zeggen van een level 2 of een level 1, niet nodig. En je krijgt je intel maar op de normale manier door praten. Terwijl je zeker weet dat ze er zitten. En die kerels weten het zeker. Je hebt ze gewoon gezien? Je hebt ze gezien. Je mag er niks aan doen. Dat is eigenlijk het meest trieste in de hele zaak. Dat een generaal in Den Haag bepaalt en eigenlijk ook vindt dat het niet nodig is om in een bepaalde vorm een gebied in te gaan. Omdat zijn inlichtingen zeggen dat dat niet nodig is en dat het allemaal best wel meevalt. Dat vind ik, ja, het getuigt sowieso van huichelarij. En daar ben ik heel eerlijk in. Ik durf te wedden dat de berichten waar wij mee afkomen, onder andere onze kerels, maar eigenlijk iedereen hier, iedere inlichtingencel die hier rondrijdt en rondloopt, dat de gegevens waar wij mee afkomen, die worden door iemand in Den Haag deels terzijde geschoven. En er wordt een politiek verantwoord verhaal van gemaakt dat verkoopbaar is naar de Kamer toe. Met mogelijke gevolgen voor de man on the ground hier. Dat is toch levensgevaarlijk? Dat is levensgevaarlijk. Maar de situatie is er wel. 5 minuten na vertrek zal de keiharde waarheid blijken. Op 500 meter afstand van de compound rijden we op een enorme bermbom. Het is dan 9:11 Zulu tijd, exact. Niks bijzonders, Erno? Niks bijzonders. Een zogeheten dry hole. Een dry hole? Een dry hole. Maar goed, mijn leven. Eigenlijk wel succesvol. Er is dus niks aan de hand hier. Dat klopt. Ja. We reden terug van de hinderlaag, of van de terug van het compound wat doorzocht was. En dat was vlak voor de brug. Een enorme ontploffing. En toen bleek dat we echt aan alle kanten omsingeld waren. We zijn nog steeds aan alle kanten omsingeld. Ja. We zitten nu in een compound. Hier vandaan proberen we die mannen kennelijk te zien of ze de vijand kunnen binden. Ik had ze nog even besteld vlak voor ik naar huis ging. Jesus Christ. Je verwacht het wel en je bent er ook wel op voorbereid. Maar je weet niet precies het moment wanneer het gaat gebeuren. En toen die explosie kwam,
Ja, dan was het wel even een seconde dat iedereen elkaar aankeek van zo, wat was dat? En daarna, dan ineens gaat het helemaal los. En dan gaat iedereen doet hun eigen ding. Dan wordt het eigenlijk gewoon een georganiseerde chaos eigenlijk wel. Kijk, dit eruit, hier moet het door. Wat is het even rustig, wat is het plan? Kijk, hier staat paprika. Heb je het maisveld? Ja. Zijn ze van links naar rechts getrokken. Ja. En daar zitten ze daar. Oké, okay, Roger. Dus we dachten gewoon omtrekken. Nou, en kunnen ze daar pakken. Hebben ze gecoördineerd met hoger? Ja, Barry heeft een voor mezelf, ik heb er eigenlijk wel een beetje op zitten wachten. Ik heb eigenlijk wel iets van, ik wil hier niet weg zonder dat ik mee heb gemaakt hoe dat is. Ja. Ja, ik ook. Ik was wel benieuwd. Ik ook. Vliegt voorbij. Ik heb niet eens een benul van tijd. Absoluut niet. Je bent alleen maar dingen aan het doen en je bent je maat in de gaten aan het houden. Oké, drinken we genoeg, eten we genoeg. Af en toe is er gewoon naar voertuigen toe gerend, hebben water gehaald en even snel wat drinken en we doorgaan. Ik weet niet. Je deed het gewoon. Dat is op zich wel apart. Ik, we komen. Waar naartoe? Hè? Ja, ik let goed op mezelf. Oké, status op dit moment. We hebben 4 gewonden van de ANA. 3 die kunnen nog lopen. 1 zo te zien niet. We zijn niet geheel omsingeld, maar ze zitten wel in een omgeving van 180 graden om ons heen. We krijgen op dit moment ook weer max vuur vanuit Noord. Als ik van 8 tot 5 werk en ik elke avond achter de televisie in slaap val, dan weet ik zeker dat ik uiteindelijk ook dood ga en dan herinner ik me niks van mijn hele leven. De ervaring van afgelopen woensdag, ten eerste word ik daar als mens sterker van, als persoon word ik er sterker van. En ten tweede, dat is iets wat ik me nog jaren zal herinneren als... Het klinkt misschien vreemd, maar toch als een hoogtepunt in mijn leven. Een hele intense ervaring die ervoor zorgt dat mijn leven kleur krijgt. Het is raar om te zeggen, maar ik heb er wel genoten eergisteren. Absoluut. Ja. Als je gefilmd had, dan had je wel af en toe een glimlach op mijn gezicht zien, denk ik. Ja, dus ik vind het wel mooi. Raar eigenlijk, hè? Godverdomme. Stevig goed. Ja, je hebt niet zo wat te vinden. Godverdomme. En ik vond het nog leuk ook. Het is een van mijn mooiere momenten van mijn... Misschien wel het mooiste moment van mijn carrière. Ja? Ja. Ja, je doet het allemaal voor. Hou rekening dadelijk met het markeren van eigen troepen. Ja, ik heb sowieso rook op de man. Okay. Kom goed. Je moet zorgen dat je zo snel mogelijk een stronghold hebt. En daar vandaan uit gaan kijken. Want ja, hun leggen die hinderlaag, wat me helemaal niet... Laat ik zo zeggen, ik had het al min of meer verwacht, doe dit. Ja? Ja. Wat is er ontploft, de brug? Ja. Nee, volgens mij is er een... RPG afgeschoten op een van de eerste voertuigen. Oké. Okay. Ja, die faciliteiten, ja, ze wisten al lang dat die vent dat het er was. Ik bedoel, doe dat dan wel, doe er wat mee. En waarom gebeurt het niet dan, denk je? Politiek. Ja, en ik snap maar hoezo dan? Maar ik snap niet waarom. Nee, maar wat is dan de politieke beweegreden? Die houdt het tegen. Maar die waarom? Vinden dat dan waarom? Ineens weer te gevaarlijk. Ofzo. Ja, het is hier een opbouwmissie, dus het is hier best wel veilig. En, ja. Ja, er gebeurt hier helemaal niks. Er zitten hier alleen maar aardige mensen. Natuurlijk. Ja, en dan, ja,
ja, een IED-faciliteit in TK, ja, dat is niet echt veilig. Dus dan komen er weer politieke vragen en dat willen ze gewoon ja, niet naar buiten brengen. Is dit een tik of niet? Ja, hey. Hey. Ik denk als je om je heen je maten neer ziet vallen, misschien als ik zelf gewond was geraakt, ja, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die mee kunnen spelen. En dat maakt het natuurlijk een, zeker niet leuk, dan wel vreselijk. En daar sta je natuurlijk wel bij stil dat het elk moment kan gebeuren. Dat besefte ik eigenlijk pas goed toen. Ja, toen ik de bloed en de, achter in de pick-up zag, gewoon op het kamp. Ja. En dan zie je al die naalden en de infuuszakken erbij liggen. Ja, toen dacht ik echt van, hetzelfde geld was dat een van de maten of mezelf. Ja. Ja. En het had gewoon echt goed gekund. Het was gewoon toevallig dat het een ANA-bak deze keer was. Maar ja, ja, er was een ODA-GMV was al over die IED gereden. En nog een ANA-bak. Was dat het derde voertuig? Dat was het derde voertuig. En daarna was het een Nederlands voertuig, dus... Ja, hetzelfde geld was het toch gebeurd, ja. Ja, en dat besef je dan echt best wel goed. Ja. Ja, en dan denk je van, tjonge jonge. Hey, close up the gap. Have 2 and 3 close up the gap where the APC left over. Roger, hey, hold what you got. The APC is coming up. Load the WIA in the APC. Eric's with them. Break. Take the 2 KIA, throw them in the on the hood of the gun truck, over. Fuckers. Yep, stand by, this is us. Het gevecht duurt uiteindelijk een uur. We trekken ons terug over de velden naar de rivierbedding. Onderweg kom ik nog 2 medics tegen die een Afghaanse militair verzorgen. Door de explosie zijn beide benen afgerukt. Tussen de armen door van de medics wordt hij alsnog kapotgeschoten. Maar wij hebben het overleefd. Wees voorzichtig. Ja, jij ook. Terugrijden. Nog 2 dagen, Vic. Op maandag. Vic, op maandag. Wees voorzichtig. Ja. Zo had je gek gevoel om die ons weg te laten gaan, hè, zo? Dus, dat kan ik gewoon met woorden niet uitleggen. Ik kan het bijna houden. We hebben wel wat meegemaakt, hè? Ja, helpen. Godverdomme, de elfen. Dat was een klein tikje van een half uurtje. Maar wij hadden ook erger gemaakt. Maar goed, met die jongens. Ik kan ook tegen de wereld gaan. Tegen de wereld, dat is waar. Gaat het wel. Soms is het heel frustrerend om voor Nederland te werken. Soms denk ik dat Nederland heel erg goed bezig is en dat ze heel erg goede ideeën hebben. En beter zijn dan anderen, omdat ze een andere approach hebben. Alleen, soms gaat dat ten koste van andere dingen. Veiligheid. En dat is misschien wel een commando statement. Omdat wij natuurlijk de lui die met hun tanden kippen kop afbijten. Want dat is het beeld wat er heerst, nog van vroeger. Nederland is gewoon goed en dat is niet alleen dat zijn de Nederlandse militairen, de jongens die hier buiten rondlopen van luchtmobiel, van alles. En daar horen wij toevallig ook bij. Dan laten we dan ons ding doen. En laten we dan op het niveau acteren waar we horen. Want daar wordt iedereen beter van. En als, even heel simpel, als dit zo blijft, dan halen ze je gewoon weg.
en zet hier gewoon een extra infanteriepeloton neer. Die zijn dan voor de missie van Nederland zijn die dan ogenschijnlijk veel nuttiger. En zet en haal ons hier weg dan, als je ons werk niet laat doen. Nee, kutgevoel. Ja? Ja, toch een beetje. Voor de eerste keer, hè? Eerste keer na de tik. En kerels weer op pad. Kriebels in mijn buik. Kutgevoel. Ja.